Wouter Schelvis, jullie hebben hier in het RBC-stadion vandaag iets heel unieks bedacht, hè? Ja, dat klopt. In het kader van de Week van de Toegankelijkheid en de Dag van de Witte Stok hebben wij een aantal blinde mensen, supporters van RBC, die straks de man of the match gaan bepalen. Dus zij kijken de wedstrijd en bepalen ook nog eens wie de beste speler van het veld is. En dan had ik begrepen, het zijn allemaal slechtziende of blinde mensen. Hoe gaat dit in zijn werk? Ze hebben allemaal een kleine headset, een oortelefoontje met een kastje. En via audiodescriptie, dat is een nieuw fenomeen in Nederland, wordt door twee hele goede reporters, wordt het hele voetbalwedstrijd en alles eromheen wordt beschreven. En daardoor kunnen zij de wedstrijd in feite gewoon beleven zoals wij hem zien, krijgen zij hem door. En daardoor kunnen zij ook worden ze ook in staat gesteld om de man of the match te bepalen. Arnold, vanavond RBC, wel op een heel speciale manier, hè? Ja. RBC, ja, wij beleven het. Ik ben dus helemaal blind, zoals je wellicht ook ziet. Wij beleven dit door middel van audiodescriptie. Eigenlijk is het allemaal niet zo wereldschokkend en nieuw in die zin dat ik zelf al heel wat wedstrijden heb bezocht in stadions ook met een zakradiootje. Nou, dit is eigenlijk een moderne versie in die zin dat audiodescriptie zoals ik het hier beleef bij RBC, het geen wedstrijd is die rechtstreeks op de radio wordt uitgezonden, maar via een kastje met een hoofdtelefoon en waar twee commentatoren zitten die de wedstrijd verslaan. Hoi. Melvin, ja. Wij hebben als blind kunnen genieten van jullie inzet. Formidabel, jonge broek. We hebben goede verslaggeving gehad via de koptelefoon. Okay. We hadden een moeilijke keuze. Er waren twee mensen die er één bij vonden dat de beste waren. En jij hebt gescoord. Je hebt een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik hoop er nog veel van te horen. Misschien wel later nog eens in zo'n elftal, maar daar ga ik ook altijd bij kijken. Hartstikke bedankt. Okay. Bedankt. Vandaag bij RBC voor de eerste keer een nieuw audiosysteem in gebruik genomen, hè? Ja, ongelooflijk. Iedereen die slechtziend is, kan toch een fantastische verslag krijgen via een speciaal zendertje en een koptelefoon. En daar kun je de wedstrijd dus geweldig mee genieten. Erg leuk. Is nou de bedoeling dat dat vaker gaat gebeuren bij RBC? Als het enigszins kan, dan zou dat heel erg mooi zijn, maar het is een bijzonder systeem. En wij hebben dit nu samen met de Stichting Z in RBC Roosendaal vanavond uitgeprobeerd. We hebben heel veel mensen die slecht zien of blind zijn, speciaal voor de wedstrijd uitgenodigd om dat eens uit te proberen. Jan, je hebt op de tribune gezeten, heel de wedstrijd goed kunnen volgen. Ja, uitstekend. De kwaliteit van het geluid was beter dan de laatste keren bij het Nederlands elftal. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Zeker. Dus de volgende keer als RBC zegt van we hebben het systeem weer in huis, dan ben je er weer bij. Ik zal dan zeker proberen aanwezig te zijn.